Ambassadeur worden van de campagne Bye Bye Grass. Hè? Wat is daar de bedoeling van? In een notendop komt het er eigenlijk op neer dat gras, waar half Vlaanderen mee vol ligt, ja, hoe groener, hoe liever. Hè. We hebben er niet voor niks een spreekwoord van gemaakt. Maar het komt erop neer dat ecologisch totaal niet interessant is. Hoe bedoel je? Een gazon is maar een gazon. En wat zie je in een gazon? Hetgeen dat je niet wilt zien zitten, en dat zijn engerlingen. Dus larfjes van kevers. Hm? Als die er zitten, dan krijg je een bruin plek. Pff, nog wat rommel erop, dat wat terug groen wordt. En hoppakee, het gazon is weer in orde. Hm? Daar mag niks gebeuren of de Vlaming raakt in paniek. Ja. Daar kan geen meer op komen pikken of die wordt weggeschot. Daar mag geen enkel ander bloemetje boven komen, want dan hebben ze het al lang niet meer afgereden. Ja. Zo simpel is. Ja. Dat moet een biljaar zijn. Ja, dat zien wij nu eenmaal graag. Hè, zo. Ja, ik heb dat altijd gezegd als wij ons huis aan het bouwen waren. Ik zeg die of niet, hè, niet met poortjes en fontentjes en beelden. En, niet, hè. Nee, wat dan wel? Ik wil gewoon een grasmat, ja, voetbal en één treurwillig. Hop, en dat is het. En is het zo geworden? Absoluut. Hey, maar ook dat gras moet groen, kort gewiekt, gemillimeter helemaal... Ja, groen liefst. Allee, ja, voor mij is gras groen, maar ja, als dat nou wat minder groen is, vind ik dat niet erg. Maar gewoon geen wildernis. Hè. Ga jij het gras af bij jullie? Gaan ze niet goed. Dan Anthony gisteren zo, als ik de zon en dat dacht, oh, wat gras heb, dat doet hem hier. Maar ja, nee, ik vind dat gewoon schoon. Gras, klaar. Er is een weg tussen, hè, daar raak je het eigenlijk over. Ja. Bij het Bye Bye Gras idee is eigenlijk, moesten de Vlamingen een stukje gazon opgeven en dat laten verwilderen, of er andere planten zetten nog liever, dan krijg je een veel aantrekkelijker biotoop. Waar zowel insecten als vogels, als muisjes, als alles eigenlijk kan floreren. En dat is veel interessanter. Ja. Dus dat mag ook een stukje van uw gazon. Tuurlijk. Er is zelfs, ik denk vorig jaar, en ik dacht dat Natuurpunt was, een cijfer vrijkomen van als elke Belg, of Vlaming zelf, Vlaming, een meter van achter in zijn hof laat verwilderen, verdubbelt het aantal natuurgebied in Vlaanderen. Een metertje, ja, zo'n streepje, en het is geregeld. En dan pleit je er ook nog voor om het stukje gazon dat je houdt niet elke week af te rijden. Nee. Ja, waarom moet dat eigenlijk zo perfect groen zijn? Dat is omdat we denken dat het zo moet. Een kostelijke, frustrerende affaire, want dat is nooit groen genoeg. Mm-hmm. Ik ken maar één die dat zijn gazon goed ligt. En dat is mijn schoonpa, al chance, want ik heb hem zelf aangelegd. Maar dat is echt, als ik rondrijd, dan denk ik van... Verdikken, ja, dat zit dat in, dat zit dat in. Ik let er ook op, hè. Ja. Ja. Maar waarom doen we het eigenlijk? Want het is zo'n druk en het vraagt zoveel werk en centen. Ja, het is inderdaad. Waarom doen we het eigenlijk? Maar ze doen het niet iedereen doet dat. Ik heb even een paar foto's meegebracht. Deze tuin bijvoorbeeld. Van wie denk je dat deze zou kunnen zijn? Ik weet niet hoe ik hem zou moeten omschrijven. Dat zal volgens mij van een leraar plassenopvoeding. Uit Dessel, ja. Ja, dit is jouw tuin, hè? Ja. Ja. Makkelijk in het onderhoud? Fantastisch gemakkelijk. Ja, dat ziet er wel. En het voordeel is, ik heb weinig gras, ik heb massa's mos. Dat is al een pak interessanter. Hè. Maar kijk, hier struiken en daar een vijverken en dan is daar een spul, zo noemt dat een zandbakje. Nee, ik zit er heel graag. Ja. En van wie is deze? Kijk eens, dat kunnen we nu al wel weten natuurlijk. Ja. Ik herken dat mannetje daar. Gasplaat dame. Een treurwilg. Een treurwilg. Ah, ja, daar staat hij. Nee, maar het is eigenlijk ook tegen onze natuur. Als jij de meeste Vlaamse tuintjes... En is het cliché ook weer fantastisch, hè, maar dat is de coniferhaag. Een mooi boordje gemaakt. Dat is gespit, daar groeit niks. Hier is dan gazon, daar staan twee tuinstoelen op die dat... s'avonds weg moeten, want anders verstikt de gazon. Dan staan er weer de waspalen en dan is palletje met de patatten ernaast. Ja, dat is het, hè. Dat is het tuintje van de Vlaming. Maar dat is uiteindelijk totaal niet rustgevend, want je hebt rechte lijnen, je zit in een visbak. Van hier is van mij, dat is zo klaar. Ja. Maar als je een tuin inricht en je maakt die natuurlijker en je zorgt voor plantenvolumes, minder grote stukken gazon, maar hier en daar een hoekje erachter en wat planten en wat gras en wat bloemen, mm-hmm, dan komt het tot rust. Dat is wat dat natuurlijk aanvoelt. Ja. Wat houdt ons tegen eigenlijk? Hè? Ik wil nog een fotootje laten zien, ja, van een tuin. Deze hier. Zo, allemaal. Qua plantenvolumes is er nog wat. Ja, maar wat moeten we doen? Ja. Ik zou toch wel wat feedback vragen. Mag ik punten geven? Ja, wat raad je hem aan dan? Dat is een stadstuintje. Maar ja, dat is altijd een uitdaging. Ik heb niks. Hè. Ik heb just die een bak met mijn kruiden. Nou, we zien dat, hè. Ik heb niks. We zien dat. Ja. Dus goed.
die fascinatie voor dat groene gras, die kortgewiekte gazon, moeten durven los te laten. Maar bomen, je bent heel erg pro-bomen, begrijp ik. Zeker. Dus. Ik ben in het algemeen gewoon laat dingen maar zijn. Laat het gewoon groeien, laat het gebeuren. Ja. En daarin, elke keer als de mens interveneert, gaat het totaal verkeerd. Ook al is het met een plan. Mm-hmm. En dan denk je van, ja, laat een bos gewoon een bos zijn. Ja. Het moet ook gewoon gezellig zijn. Om met vrienden s'avonds te zitten. Ik bedoel, ja. een superstrakke groene, waar dat je bang van bent van iets verkeerd te doen, dan ga je geen hout, hoe noemt dat, verkeerd stook houden. Ja. Ja, maar dat moet... Ja. Ja, en dat is nog eens plezant. Hè, maar dat is het tofste dat er is. Met een paar vrienden. Ja. Maar ik vind dat ook wel knap, hè? Zo dat verwilderde zo, hè? Dat er zo. Als ik nu met een gazon er een jaar niks aan doe, wat dan? Nee, maar er is een verschil. Maar er groeien al champignons in en zo bij ons dan. Hè? En ineens zo van die, hoe heet dat, paardenbloemen. En van alles en nog wat groeit er dan. Ik vind dat wel tof, maar dan nies ik nog harder. Maar er mag een lijn in de chaos zitten. Hè? Het is niet van laat maar gaan. Hè? Nee. Zeker niet alles, want dan is inderdaad, daar kunnen we niks nog doen. Ja, want wat is dan een wilde tuin of een tuin wil je laten... Die je wilt laten verwilderen. We hebben twee foto's hier. Mm-hmm. Dat is kei. Is dit waar je naartoe wil? Wat vind je? Wat vind je mooi? Mijn voorkeur ligt sowieso aan de rechtse kant. Ja. Dat is eigenlijk een combinatie van wat je in het weiland zou kunnen zien. Ja. Het zijn niet allemaal per se planten van hier. Maar je hebt met zo'n tuin geen werk buiten één keer in het jaar bijvoorbeeld met een bosmaaier eens passeren. En dat streepje gazon maaien. Maar voor de rest floreert dat van nu... Tot in november. Mm-hmm. Interessant voor kevers, bijen, insecten. Daar komen weer vogels op af, daar komen weer muisjes op af, daar komen weer roofvogels op af. Het hele systeem kan daarop draaien. Ja. De linkse kant is ook een prachtige tuin, maar is voor mij te georganiseerd. Die gesnoeide stukjes, dat is al wat te veel. Dat is massa's werk, want als die... Pas op, dat is uw tuin, lieve, of wat? Pas maar waar. Ik kijk elke ding is erover. Ja, dat is prachtig, maar dat is een tuin, als je daar niet elke dag in werkt... Dan wordt dat een ravage. Ja. Ik wil nog heel snel iets vragen, want jij bent ook boomchirurg, Bartel. Ja. We vonden dit filmpje op social media. Bomen die last hebben van kroonschuwheid. Dus ze raken elkaar net niet. Ze doen moeite om elkaar niet te raken. Wat is hier aan de hand? Weet jij dat? Ik denk niet dat er zomaar een verklaring zo uit de mouw kan komen. Want normaal gezien, waarom zouden die bomen net niet raken? Die moeten iets afscheiden, waardoor die zeggen tegen elkaar van blijft weg. Dus ik weet het niet. Nee. Bomen komen een rotte broccoli, hè? Van. Ja, het is wel. Ja. Het is precies een zeebodem eigenlijk, zo. Ah, ja. Dat was een beetje. Ja. Dat is kei rustgevend, jong. Maar ik kan het niet zeggen. Ik toch? Ja. Oh. Goed. Dat is geen erg. Ga een boom planten, want binnenkort komt er nieuw leven, hè? Ja. Bij jullie. Ja. Nou, nog amper 7 weken. Kijk eens, spannend. Slap nog even goed, hè. Ja, geniet er nog even zeggen, aan. Dat vergeet ik dan weer. Ga je dan een boom planten in de tuin? Jawel. Boogteboom, ik vind het wel een leuke traditie. En wat kies je dan? Ik vind het zo wel leuk als je een fruitboom hebt. Zo. Dan komt dat elk jaar terug in bloei en dan kunnen ze zeggen van... Hier zit dan zo'n boom. Ah, ja. En dan kunnen daar een appeltje van eten of whatever dat ervan komt. Ja. Ik vind het idee wel leuk dat er zo, en zeker fruitbomen kunnen oud en knoestig worden. Mm-hmm. Ja, de charme er rond vind ik tof. Fijn dat je er was, Bartel. Dank u. Ja, geniet van het nieuwe leven. Ik zal mijn best doen. We klappen binnenkort nog eens. Ja. Maar slaap nog even goed. En maak een heerlijk groen paasweekend van allemaal. Dank je wel, Bartel van Riet.